Als je dingen in de natuur gaat plukken, dan moet je een paar dingen veracht nemen. Als je iets gaat plukken, ziet dat je nooit meer dan een derde gaat plukken. Waarom? Omdat die plant zich nog goed voortplanten. En het jaar nadien moet die plant er ook nog kunnen zijn. In de natuurreservaat ga je dat nooit gaan plukken. Waarom? Dat zijn beschermde gebieden. Dat is de reden waarom die beschermd zijn, is omdat daar zeldzame soorten groeien dan op. In Nederland bijvoorbeeld heb je natuurreservaten, wat ik denk bij alle natuurreservaten is, waar je wel mocht gaan wild plukken, maar onder bepaalde regels. Ja. Dus dat is vrij gecontroleerd, maar het mag wel. Waarom? Omdat mensen daarvoor hebben gevochten, omdat ze zeiden dat is ons recht als mens, dat is ons recht om de natuur te gebruiken als voedingsmiddel. Hier zitten we niet in natuurgebied. Je moet je plukken. Maar dat wil niet zeggen dat je alles mag gaan leeg plukken. Dat is, niet alleen voor de plant. Als ik hier kom, degene die naar mij komt, moet ook nog een beetje hebben. Degene die naar me komt, moet ook nog een beetje hebben. Bij sommige planten is dat wat gevoeliger dan andere. Bij deze plant bijvoorbeeld is dat totaal niet gevoelig. Je kunt er zoveel van meenemen als je wilt. Niemand gaat daar problemen hebben. Dat is riederzuring. En riederzuring die maakt honderden zaden per plant. Dus ik er nu een paar laat vallen, dan staan er volgend jaar evenveel en dan de rest kun je gerust meenemen. Bij andere planten groeit er één zaadje aan. 2, 3, 4, 5, 6, niet veel. Niet alles plant zich voort via zaad, of plant zich ook voort via zaad. Maar dus je moet vooral bij zeldzame soorten altijd oppassen. Als je wilt weten wat zeldzame soorten zijn, daar staan genoeg boeken voor. Kun je de riederzeuring herkennen? Dat is deze plant. De riederzeuring. En dus toch als er kindjes bij zijn, hè? De ridders vroeger. Met hun zwaarden, die staken elkaar dood. En degene die dat won, uiteraard, die zijn zwaarte ging vol met bloed. Omdat er toen nog een zakdoek bestonden, pakte die dit blad, dat groeit overal riederzuring. En die kuisten zijn zwart proper met de zuring. Daarmee dat het door de eeuwen heen altijd al de naam heeft gedragen van riederzuring. Omdat daar zo een bloedrode plekjes streep. Ah, die rode plekjes? Nee. Dat is... Ook. Vooral deze. Als ze ouder worden, krijgen ze rode plekjes. Inderdaad. We hebben gisteren klaverzuring gezien. We gaan vanavond nog een andere soort zuring zien. Dat zijn, laten we zeggen, de lekkerste. Deze is rauw eetbaar. Vooral de kleine bladeren dan. Maar niet super lekker. Wat er daar wel heel leuk aan is, is dat je, en dat is iets wat ik in het Servië heb geleerd, dat je daarmee sarma mee kunt maken. En sarma, dat is bijvoorbeeld zoals Grieken, Turken en zo dat doen, is met een blad iets opvouwen en dat dan in de oven steken en laten gaar koken. Die bladeren bevatten zoals gisteren bij die klaverzuring ook zaalzuur. Dus hier juist hetzelfde als gisteren. Als je een probleem hebt met calcium, niet doen. Maar als je dat lang kookt, is dat ook zaalzuur meestal vrij onschadelijk.